I'm having a baby. She's having a baby. Nee. Morgen horen we wat het is. Ik heb niet kunnen slapen. Ik ben gestrest, nerveus. Jules heeft een hele erg taak. Mijn verloskunde gaat haar een sms-bericht sturen met het geslacht. Oké, ik weet wat het wordt. En ik ben zo erg mijn best aan het doen om niet te huilen. Roze of blauw? Kom met z'n allen. 1, 2. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Dit draait alleen maar om Marie en Back Jime. En de zwangerschap. Wat je onder andere allemaal deze vlog gaat zien is de gender reveal party. Hoe Harley en Loesje reageren op Marie de zwangerschap. En ook zie je mijn allereerste echo, sneak peek en nog veel meer van de zwangerschap. Tot de babykleertjes wat ik heb gekregen. Tot de babykamer. Tot alles waar Marie tot nu toe mee bezig is geweest. Vandaar dat ik even heb gewacht met de vlog te uploaden. Om alles in één vlog te koppelen. Dus we hopen dat jullie het leuk vinden. Het is extra lang met heel veel baby nails. Dus blijf abonneren, blijf liken. Duimpje omhoog als je het goed aan wat Marie heeft gekregen. Dan ben je echt een ster. Ik denk dat ik wel. Love. Zo, hallo. Ik heb vandaag een lekkere vaardag gehad. En ik wilde even met jullie filmen. Aangezien ik natuurlijk een weekje geleden heb bekendgemaakt dat wij ons eerste kindje verwachten. En nu krijg ik heel veel vragen over de babykamer. En over of ik dat geslacht weet en hoe ver ik ben. Dus ik dacht, ik laat jullie eventjes zien. Een klein gedeelte. Want ik heb deze week ook mijn gender reveal party. Ik weet nog niet wat het wordt. Ik ben 15 weken. En ik vind het heel spannend. Ik wilde jullie ook eventjes mijn buik delen. Ik ga eventjes mijn t-shirt opknopen. Dat je dat ziet. Een paar seconden. Zo. Dit is mijn buik momenteel. En ze zeggen dat je aan de vorm van de buik kan zien of de jongen of meisje wordt. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Ik zal even naar beneden doen. Het is echt wel een hele dikke babybuik. En dit is dan zo van de zijkant. En ik heb gelukkig nog helemaal nergens last van. Het is wel zo dat ik in de avond wat moe ben. Maar dan was ik normaal gesproken al echt geen avondmens. Ik weet niet of voor degene die herkenbaar is, normaal gesproken lag ik al rond 11 uur in bed. Maar nu ga ik echt om 10:30, 11 echt wel slapen. Dat ik echt wel moe ben. Dus dat is eigenlijk het enige. Tot aan een beetje puinjes in mijn gezicht. Vooral mijn voorhoofd. En op mijn rug en echt bij mijn décolleté. Ik weet niet of je het kan zien. Ik ben wel lekker in de zon geweest vandaag. Om het allemaal lekker te laten uitdrogen. Dus voor het algemeen gaat het helemaal oké. En vanwege het virus heb ik natuurlijk best wel veel alleen moeten doen. En Jai mag niet mee naar de echo's. Dus wij krijgen aankomende zaterdag onze eerste echo samen. Dan horen wij dus het geslacht. We zijn echt ontzettend zenuwachtig of het nou een jongen of een meisje wordt. In deze vlog ga je ook zien mijn outfits voor de gender reveal party. Ik ga wel in het roze. Omdat ik denk dat het gewoon een meisje wordt. En Jai gaat in het blauw. Heel benieuwd. En dit is dus de kamer. Voor de mensen die het wisten, dit was Jai's gamekamer. Dus die is nu weg. Het is wel iets groter dan we hadden verwacht. En nu zit hier een gordijn. En aan de andere kant van de slaapkamer ook nog een stukje. Dus dat is wel gewoon genoeg ruimte voor het begin. Lekker met daglicht. En we gaan nog helemaal leuk behangen. Dus als jullie nog tips hebben voor leuk behang of aankleding, noem het maar op. We gaan het helemaal onder handen nemen. En ik denk, zodra wij het geslacht weten zaterdag, dat ik al zondag naar babypark ga of weet ik veel wat. Ik moet gewoon nog deze spullen kopen. Ik wil namelijk alles wel een beetje in de kleuren lichtblauw of anders lichtroze in de babykamer. En als jullie nog tips hebben voor goede commodes, boxes, noem maar op, ledikanten. Alle tips zijn welkom. Ik ben natuurlijk beginnende mama. En ik heb nog niet heel goed research gedaan, omdat ik eerder dacht, laat het gezond zijn. Dat staat voorop natuurlijk. En naarmate we nu verder zijn, ik ga deze echo doen. En dat we jong of meisje weten, gaan we een beetje kijken wat we gaan kopen. Ik heb wel heel leuk dingetjes gekregen van mama en papa en Robin. Ik heb het een klein collectie eventjes voor jullie uitgepakt. Ik wil ook niet alles meteen in de eerste vlog laten zien. Maar deze heb ik van Jules en Mike gekregen. Super schattig olifantje met zo'n heerlijk zacht doekje. Echt. Het zijn echt altijd de zachtste dingetjes voor de baby. Niet normaal. Dit heb ik van Romee en Daan gekregen. Ze hebben nu even alles neutraal in het wit gekocht. Zo schattig. Kijk dan. Met het kraagje. Met een bijpassend broekje. Superleuk. En ik ben natuurlijk van de knitwear. Het is dat Rijn nog geen baby's heeft. Misschien krijgen we nu ook baby's. You never know. Maar dit is echt een te lief breizeltje. Wat je even ook nog eroverheen kan dragen. Maar ook los als pakje. I love it. En wat ik zelf heb gekocht. Is van het merkje First. Even kijken hoor. Met één hand is best moeilijk. En dit is echt het zachtste ever. Maar ik vind het het leukste. Van die pakjes dat je op de billetjes. Dus of een beertje kan doen of een hartje. Ik heb nu voor een hartje gedaan. Omdat de baby zo geliefd is. Dat ik dacht doe een hartje. En dit is echt een soort van fluweelachtig pakje. Ook weer in het wit. Super beeldig. Dan hier wel steentjes. Dus ik vind het dat net aan dat het kan. Dus ik ben echt heel benieuwd. En wat ik van mama en papa alvast als heb gekregen. Maar de echte cadeaus krijg ik als ik het geslacht weet. Echt typisch mama en papa cadeau. Dit
Had ik vroeger altijd zelf. Met die konijntjes. Ik weet niet of het herkenbaar is voor jullie. Eerste kommetje en het bekertje voor de baby om in te eten. En ik heb er ook bij pas een bestek bij gekregen. Ik heb het alvast hier neergezet. Ik vind het echt onwijs spannend. Allemaal nieuw. Ik denk dat je er nooit helemaal klaar voor bent. Maar ik heb er wel super veel zin in. Ik ben in november uitgerekend. Dus dat is echt al een halfjaartje. En tot nu toe gaat alles goed. En ik ga je natuurlijk veel meer meenemen straks bij het proces van de babykamer. En van de zwangerschap en hoe ik me voel. En ik ga waarschijnlijk ook iets van de echoslaap voor jullie laten delen. Als jullie dit leuk vinden. En ik wilde sowieso eventjes zeggen dat ik super lief vind alle support. Ja, en ik had een foto gepost op Instagram. En het was echt alleen maar lieve, lovende berichten. Over de namen mogen we ook alle tips. Voor meisje weten we het al. Heel spannend. En een jongen nog helemaal niet. Dus hele leuke jongensnamen. Komt even onder de vlog. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ook voor de gender party. Ik ben benieuwd wat jullie voor jurkje het leukst vinden bij me aan. En verder hebben we de gamekamer van Jaime hierheen verhuisd. Het is eigenlijk in de hoek van de eetkamer. En als je binnenkomt zie je het gelukkig niet. Dus het valt wel mee. Wel als je hier staat, maar hier staat eigenlijk bloempakket voor. Het is nu echt een beetje een toepje hoor, op mijn tafel trouwens, by the way. Net gevaren. Dus dat is ook een goede oplossing voor alle daddy's to be. Leven is niet voorbij. En deze kan je ook helemaal afschermen, het kamertje. Dus het wordt wel echt leuk. In het begin gaat het denk ik toch nog echt bij mijn bed liggen te slapen. Dat je hebt zo'n speciaal bed, volgens mij, voor je babytje. Dat je hem aan je bed kan schuiven. En ik heb ook alle piercings gewoon uit moeten doen. Ik had natuurlijk altijd een navelpiercing. Heb ik uitgedaan. Heel raar. Dat er nu gewoon een iets in je groeit. Heel gek, maar wel heel erg leuk. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga ook in deze vlog hebben laten zien. Ik heb niet bij iedereen natuurlijk de reactie gefilmd. Aangezien het coronavirus heb ik het aan mijn ouders en Sjoel via FaceTime verteld. En het was om 11:30 s'nachts. Dus echt out of blue. Kon niet meer voor me houden. Die waren natuurlijk meteen de eerste. En verder heb ik Loesje wel gefilmd. En Harley. Echt. Die waren ook echt mega verrast. Maar heel veel mensen zagen het ook aankomen. Aangezien Jaime en ik natuurlijk al 10 jaar samen waren. En het was wel een geplande zwangerschap. Dus ik stond er niet helemaal versteld. Maar ze zijn natuurlijk wel heel erg blij voor ons. En we gaan jullie ook meenemen in de gender reveal party. Die is aankomende zaterdag. Naar alle voorbereidingen, ballonnen. En natuurlijk wat het wordt. Oh my god. Chantal gaat weer het verzorgen. Hip hip hooray. En ik heb echt hele coole gave bommen van kleur met confetti van gender reveal. Dus daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Dus ben ik helemaal bij te ademen na zo'n dag. Ik heb gevaren. Sorry, ik zie er nu helemaal toppen op een top uit. Maar ik dacht, ik kan het beter nu even voor jullie opnemen. Dat jullie een beetje op de hoogte zijn. Dus, wat denken jullie dat het wordt? En of alle tips en tricks. Ook hoe ik Frankie en Chili goed aan het baby kan laten wennen. Zijn hartstikke welkom. Dus dank jullie wel voor deze vlog te bekijken. En jullie zullen ook nog een hele leuke dag op setting gaan opnemen samen. En misschien jullie vragen te kunnen beantwoorden. De zwangerschap. Hoe hebben jullie het nieuws aan ons verteld? Nou, dat was eigenlijk, ze wisten wel al dat Jaime en ik al een tijdje bezig waren om een kindje te krijgen. Al een jaar, denk ik al wel. Een jaartje. En eigenlijk vroegen ze iedere maand en. Dus voor hun was het niet zo'n grote verrassing als bijvoorbeeld voor Loesje of van Harley of andere familieleden. Nee, maar die wisten ook wel dat je ermee bezig was. Ja, en ik heb eigenlijk, had ik die test gedaan en in de avond meteen Jules en mama en papa via FaceTime verteld vanwege de corona hadden we toen nog shitty corona. Niet echt contact met elkaar, zagen elkaar nog niet. Dus Romee hebben ook beeld hiervan, hierna foto's hoe zij reageerde op die zwangerschap met huilen tot aan het was denk ik 11 uur 's avonds, want Marie had een test gedaan, die had ze weggegooid en toen later ontdekte die toch positief was. Dus ja. Ze dacht, hoe kan dit dus nou? Ik heb er denk ik 4 gedaan voordat ik mama en papa ging bellen en Gilles. En ze waren allemaal positief. Ze waren echt ontzettend blij. Vooral Romee was heel erg emotioneel. Ook de eerste weken toen ze me alleen maar zag. Sowieso Romee nu nog steeds. Als Romee Marie ziet en ze iets straks aan, dan moet Romee huilen. Ja. Ik heb nog helemaal niet gehuild. Nee, ik ook niet. Behalve bij de gender party. Ja, ik ook wel een beetje bij de gender party. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Heel bijzonder moment. Happy birthday, we love you. Nou, 25. Wat zat daar nou in zitten? Ja. Geen spin. Dat is het, nee. Nee. Nee, ben jij het? Ja. Oh my god. Geef maar je moeder een doosje. Nou, wij hadden een vermoeden. Ik wist het. Zie je echt, nou dan heb je gelijk. Ik wist het. Ik kon erover zitten gisteren. Echt, ik werd wakker. Ja. En ja. Gedroomd. Oh, oh my god. Oh, dit is zo leuk. Hè? Leuk. Oh, ik kan wow. Het niet aan zien. Ja, ik kan het niet aan zien. Ik krijg je telefoon in de handen. Wat krijg ik? Oh, wacht. Nee. Oh, ik zeg ervoor dat je gaat pick-uppen. Oh mijn god. Nee. Zo leuk. Leuk, hè? Ik kan niet knuffelen, helemaal niet. Goedemorgen. Zaterdag is het echt nog wat. Oh, ja. Hoe ver ben je dan? Oh, ik weet niet,
dan makkelijker. Om het zeg maar. Ja, dat is waar. Ja, erg hè? Heb je al een beetje bij? Ja. Heel erg. Ja, heel erg. En wat zei iedereen? Tara moet het ook zo horen met de shoot. Oké, ik moet wel even. Oh, daar zei ik, ik kan niet in. Had ik een vermoeden dat Marie zwanger was? Nou, ik en Marie spreken elkaar dagelijks. En zien elkaar natuurlijk ook dagelijks. Dus elke dag hadden we het er wel over. Maar toen het gebeurde, was het wel heel blij. Maar niet in shock. Niet in shock. Want ik wist eigenlijk dat Marie en Jij wel een tijdje bezig waren. En het eigenlijk al wilde. Toen Marijn begonnen, dus het is niet zo'n shock dat Marie als eerste zwanger is, dus nee, dat niet. We hebben dus altijd gedacht dat Marie de eerste zou zijn die zwanger zou raken. Waarom eigenlijk? Omdat ik altijd wel heel graag kindjes met Jijn wilde, Shiel ook en Romee ook, maar ik was echt altijd wel dat ik echt denk, ik wil het. Als jij 19 of 18 was geweest, had je het ook prima gevonden. Ja, ik ben natuurlijk ook al sinds mijn 14e met Jijn, dus dat zit ook stabiel. Dus toen was ik 19, was ik ook al 6 jaar lang samen. Maar nu hebben we een heel mooi jubileum, want 10 jaar samen en een kindje 2020. Dus on the way. Dus dat is super leuk. Ja, en de allereerste kleinkind in het voor beide families. Ja, het wordt dus mega verwend ding. Mega verwend. We zijn nu aan het passen voor mijn gender reveal outfitje te scoren. Dit is dan niet echt helemaal roze, maar wel weer blauwe knoopjes. Ik vind hem echt beeldig. Jij vindt het zelf minder, maar ik vind het echt op en top Mary. Oké, dress number 2. Ja, ik vind wel, qua buik staat hij heel mooi. Ja, ik vond het warm. Leuk. Het heeft allebei de kleuren hartstikke leuk eigenlijk, maar ik heb er niet zoveel meegekregen. Oké. Oké. Dit is blue one. It don't fit. You're so thick. Ik vind dit wel heel leuk. Even kijken, we zijn gisteren, hebben de hele dag gepast voor een outfit. Geweest. Voor de gender reveal. Voor de gender reveal. Thuis, oh my god. Ik weet niet of jullie deze nog kennen. Het is wel heel overbelicht hier, maar. Dat we deze nog hebben. Dit is van onze allereerste, nou niet allereerste collectie, van onze vorige zomercollectie. Die daarvoor alweer. 2018. De beltdress in roze. Precies de baby pink die ik zocht. En ze strak bij buik, dus dat is een optie. Of. Ik heb deze. Opoly dress. Bij Opoly gekocht. Is een beetje gesmokt. Oh, is binnenste buiten. Ja. En we hebben nog een sample van Reiners, wat nooit is doorgegaan. Wat ik nooit mocht houden van Marie. En nu is ze me heel dankbaar, want ik denk dat dit dus wel echt heel leuk ook gaat zijn hoor. Dus ik ga nu alles passen bij ons. Oh, spannend. Flauwe power. Oké, dit is misschien toch nog een beetje te doorzichtig. Oh, dat is echt leuk. Ja, misschien dacht ik het misschien minder op, maar het gaat er weer door. Ja, maar je hebt ook wel echt zwart aan. Je niet nude aan. Oké, dit is wel echt veel mooier. Ja, dat is beter, hè? Dit is echt een perfect gender party shower. Ik kan niet zeggen shower. Maar ik denk het wel. Hoe mooi. Dit is dus onze, ja, het Reiners beltrainjurkje. Maar ik heb er zelf ook nog iets van gekregen. Hij is geweldig. Hij was toen ook heel snel uitverkocht, weten we. Wie vindt dat we hem terug moeten brengen? Say hi. Ja, echt wel heel mooi. Zo van de zijkant. Die mouwtjes ook. Hè? Die buik is opeens. Ja, erg hè. Uh-oh. Last but not least. De Opoly dress. Ja, dit is ook mooi. Maar ik vind het wel minder spannend. Ik vind dit... Ja, hij is wel roze, maar als je hem dichtbij... Maar die andere is wel echt baby roze. Oké, nou gaan we even bekijken welke het wordt. Dit gebeurt als Jules even op de bank gaat zitten. Om de collectie te bespreken wat we gaan shooten. En er komen alle hondjes bij er zitten. Chiri, Stink en Frank. We hebben een trappetje gemaakt. Dit zijn onze ideeën voor te shooten voor op straat. En we gaan nu ook met Cooper een dagje shooten in de studio. Dus dan gaan we dat ook eventjes de ideeën opplakken aan de andere kant. Maar het is voornamelijk ook natuurlijk met mijn pregnant belly. Dat je dit soort foto's leuk kan maken en straatviews. En ook in de avond met echt fel flitslicht vinden we leuk. Dus we proberen zo creatief mogelijk weer de foto's te maken voor onze wintercollectie. Maar het is natuurlijk even anders dan wat je normaal van ons gewend bent. Maar we komen er wel uit. Oké, het is de opbouwdag van mijn gender party. Het is heel koud. Het regent. Dit zijn echt al hele leuke borden. Is het een he or she? We zijn nog vol bezig met de voorbereidingen. Hoe leuk zijn deze letterblokken? Transparant en dan staat er dan baby in gouden letters. En nu komt het natuurlijk nog niet helemaal geheel. Maar straks staat het voor een ballonnenmuur met allemaal kleur. Het is echt heel erg leuk. In die wagentjes komen allemaal donuts op van Mary en de taart. En alle lekkere dingen die je eromheen gaat maken, ook roze en blauw. En het wordt een hele ballonnenmuur. Superleuk. Oh, het begin is er van de wal. Het is toch te leuk. Het is ook echt perfect kleur roze. Roze of blauw, who knows. He or she. Het wordt echt zo leuk voor de foto. Ik was dus helemaal aangekleed. Dus dit is de before. En het blauw komt er ook bij. Voor als het toch een jongetje wordt. Maar we denken een meisje. Of een jongen of een meisje. Wat wordt het nou? Weet we niet. Oké, jongens, het moment is aangebroken. Ik ben gestrest, nerveus, chagrijnig, boos, vrolijk, tegelijk. Oh.
Kijk mijn haar. Dus van dat vrijvrede lag. Ik heb niet kunnen slapen. En morgen horen we wat het is. Oh my god. Ik ben zo zenuwachtig. Tada! Hoe leuk is het geworden? He or she. Met die blokken. En morgen komt hier nog wat los met beertjes. Dat gaan we morgen doen, aangezien er echt heel veel wind staat. I'm home. Ze hebben het versierd. Het is nu 8 uur. Ik heb nog niks gegeten voor mijn baby. En Romee is er nu om hapjes te maken voor morgen. Ook zo lief. Dus ik ga nu Romee aan hapjes maken. En ik denk echt niet dat ik kan slapen. Ik kom thuis en ik heb je dit. Nee, niet zo. Goed zo, Gamba. Je hoort wel dat papa klaar met je is, hè, Frank? Jullie, wat gebeurt er allemaal? Frank, ga ik hem uitdagen ook? Heb je spijt van? Nee, nee, nee. Ik was weer. Maar Frank keert ook om. Het is best slim. Kijk maar, Gamba doet het ook, zie je? Hij is zo slullig. Ze vliegen ook echt door de bocht. Oh, woe. We gaan alleen maar roze hapjes maken. Mm-hmm. Want we hebben ook al blauwe hapjes. Dit worden roze gevulde eitjes. Door druivensap. Door druivensap. Ga je... tip weggeven? Ja. Ja. Als het lekker is, dat weten we nog niet. Maar... als het maar roze is. Als het maar roze zijn. En verder gaat er mee lekker winterwebjes maken. Guacamole, ja. Ook weer winterwebs roze. Jullie is echt helemaal fan van ei. Geef het anders aan. Ja, ja. Ga zitten. Oh, hoe blij word je van ei. Auw, hyena's. Doe eens rustig. Shiri, doe rustig. Nou, ze bijt gewoon bijna mijn hele hand eraf. Jeetje. Ik heb nog allemaal vingers. Ja. Nou, wat een lieve, maar kijk. Oké, the next morning. Ik, Belly, in de gaten des Emma gemaakte jasje van mij. Smoothies voor Sjoel gemaakt. En we gaan nu naar ons kantoor om de gender party de rest te regelen. En ik kan mezelf niet filmen, aangezien het best wel zwaar is, wat kabbelteel. Zo, ik zit even in de auto, dus wat beter. Het is vandaag namelijk mijn gender reveal dag. Zo spannend. Ik zeg wel mijn, maar onze gender reveal dag. Zoals je ziet heb ik mijn nieuwe jasje aan die Mike heeft gemaakt. Die is door de hele sneeuw. En wij krijgen om 1:30 onze eerste echo wat het gaat worden. En ik heb echt niet kunnen slapen, gewoon van enthousiasme, zenuwen. Tuurlijk, als het maar gezond is, is het echt het allerbelangrijkste. Maar toch is het wel heel erg spannend of je nou een jongen of een meisje krijgt, vind ik. Het is nu 9:15. Om 10:00 is Hippie Pure Weber met de ballonnen om de laatste dingetjes af te maken. En dan ga ik om 12:00 weer naar huis om Jim op te halen voor de echo. En dan gaan we weer terug. Dit is niet mijn auto wat ik vandaag aan ga doen. Dat ligt achterin. Dit is natuurlijk roze wat ik aan ga doen. Jim gaat in het blauw. En we hebben de mensen die komen, maar vanwege het corona hebben we er maar 10 mensen uitgenodigd. En de rest willen we allemaal met FaceTime gaan doen. Blauw of roze. Als ze denken wat het moet worden. Tot nu toe zijn James' vrienden allemaal in het blauw. En mijn vriendinnen en familie in het roze. Dus dat wordt wel heel erg grappig. Ik ben op van de zenuwen. Jules heeft een heel erg taak. Sorry, lief Jultje. Ik ga namelijk haar en sms... Nou, niet ik. Mijn verloskundige gaat haar een sms bericht sturen met het geslacht. En zij moet ook de brandweerblusser gaan openmaken met smoke. Dus voor haar is het echt, denk ik, nog spannender dan voor mij. Zij weet het gewoon als eerste. James en ik gaan krijgen voor geslacht. Dus, ik ga nu haar ophalen. De hondjes zijn nog lekker bij Jim, die is al thuis. Ik heb smoothietjes gemaakt voor ons. Oh, ik heb zo lang naar dit moment uitgekeken. En nu is het zover. Qua weer is het niet heel mooi, maar zolang het maar niet regent. Dat is het allerbelangrijkste. En nu is het gewoon prima te doen, dus. Ik zie jullie zo op de locatie met Sjoeltje in de auto. Oké, Marie die gaat nu weg. En die gaat naar de echo, die komt straks terug en dan weet ik het geslacht al. Door het vele wind is het een beetje opgegaan. Dus Chantal is er nu. En die gaat alles voor ons weer netjes maken en goed hangen. Marie is inmiddels al weg. Dus dat is wel heel spannend. Ik ben dan gewoon de eerste die weet of ze een jongen of een meisje krijgt. Hep, hep, hooray is daar. Om het af te maken. Marie en Jim, gender reveal. Woep, woep. Kijk hoe leuk. De beer houdt de ballonnen vast. Hoe schattig. He or she. Je weet nog steeds niet wat het wordt. Zo spannend. Dit wilde Marie heel graag hebben. Dus dat heb ik al voor gekocht. Eentje is roze en eentje is blauw. We weten straks welk cadeau ze krijgt. Straks komt de taartje nog mooi op te staan. Zo enig. Baby. It's a baby. We got a baby. De mannen zijn allemaal in blauw. Tot nu toe. Woep, woep. Blue it is. Wij moeten natuurlijk wel even het mannenras blijven supporten. Supporten. Alleen Stinky heeft een roze tuin voor mij om vandaag op te krijgen. Maar de roze is ook heel erg wel. Ja, roze of blauw? Oh, kijk, we rennen. Hallo, Gamba. En ik draag vandaag een Reinerspak, wat niet meer in de collectie is. Het is een sample. Dus ik denk dat het een meisje wordt. A girl. Romee heeft eieren gemaakt. Ik ga niet meer. Het lijkt wel een horrorhapje. Die gaat nu koken. Die is aan het koken. Deze is ook roze.
Leuk hoor, sister. Hi, mamsie. Ik krijg zo'n appje op mijn telefoon van mijn ieder verloskundige van de echo. Wat het wordt. Ik weet als enige wat het wordt straks. Dus keep your posted. Ja, de gender reveal party. Ze wilden het eigenlijk niet vieren, Marie en Jim. Nou, ik wilde het wel vieren, maar ik vond het enkel gewicht corona. Hoe ga je het nou doen? Wil je wel familie, geen familie? En we hebben dan toch besloten om dan echt alleen onze ouders te doen. En natuurlijk zusjes en zussen. En dan met een paar beste vrienden. Want als we onze familie moeten uitnodigen, zit je toch wel weer gauw op 40 man extra. Ja, klopt. En je wil ook niemand buiten sluiten. Dus je hebt altijd natuurlijk wel voorkeur dat je denkt, nou doe ik die drie wel, maar anderen weer niet. Dus maar dat kon gewoon niet. Dus we hadden echt nog wel mazzel met het weer. En we hippen per week weer alles beeldig versierd. Met he en she. Ja, echt. Lichtrol, zet blauw. Iedereen moest komen in de kleur dat hij wilde dat het werd. Of dacht dat het werd. Nou, er waren drie mensen in het roze buiten Marion. Dat was ik, mama en Loesje. Oh, en Harley. En Jeanette. En Jeanette, dus vijf. Vijf mensen. Vijf mensen. En team blauw was, nou, eigenlijk dacht iedereen dat het een jongen werd. Dus het was heel spannend, want Marie ging dus naar het echt wel doen. En normaal krijg je een briefje mee met het wat wordt. Maar hun dachten dat ze het gingen openmaken in de auto. Dus ze dachten met een fabuleus idee om het aan mij te geven. Ja, Jill vond het meer zenuwslopend dan je had verwacht. Nou, ik denk, ik doe het wel eventjes, maar ik doe het nooit meer. Ik zat helemaal zo te trillen. Nee. Dus ik kreeg een appje binnen. Maar eerst kreeg ik, hi, hier. En ze wilde voor zekerheid checken dat jij het was, voordat ze het naar mij pocht. Ja, en toen zei ik, hi, dit is Julie. Toen zei ze, hey, van Kim van die baby's. En dacht ik, shit, zeg het. Voor mijn gevoel duurde het heel lang. En toen stond er dus. Nee, we doen het na dat ding. Ja, nou, met Jenna Patrick. Maar in ieder geval, het was echt een heel zenuwslopend moment. En ben je benieuwd of wij een jongen of meisje hebben gekregen? Dan moet je even deze einde van de vlog afkijken. We hebben natuurlijk wel doorspoelen, is ook zo stom. Wel meteen alles een beetje afkijken. Dat zou ik zelf ook doen. Ja, niet? Jawel. Ik ben wel echt heel benieuwd. We hebben zoveel leuke reacties al gekregen. Dus we zijn echt sowieso heel erg blij. Oké, nu heb ik het speurgevoel. Mama heeft namelijk de nieuwe camera die ik net twee weken heb ongekend meteen laten vallen. Dus dit is nog mijn oude camera waar ik mezelf niet zie. Dus ik hoop dat jullie goed beeld hebben. Jeremy en ik zijn nu onderweg naar onze eerste echo. Terwijl Shield druk is met iedereen voor de voorbereiding van onze genderparty. Ik draag de Colderus belt. Het jurkje aan het roze. En ik ben onwijs zenuwachtig. Dus jullie zien mij zo straks op de locatie en dan weten we wat het gaat worden. Oh my god! Ik moet even wachten tot... Nee, je moet hier staan. Oh. Oh mijn god, we hebben net de echo's gehad. Marie, blijf maar staan. Ja, ik ben te zenuwachtig. Het is een heel bewegelijk babytje. Dus het heeft denk ik 20 minuutjes geduurd. Dus we hebben met drie collega's overlegd dat ze echt zeker weten wat het is. En we gaan nu naar Santa toe. Dus een kwartiertje in de auto. En dan weet het! Ze gaat nu Julie appen. Super lieve mensen. Ze hebben net hun pretto echo gestart. Hey babies. Oké, we gaan nu racen. De brug staat op. Wat een hel, zeg. Ik ben echt blij dat we geen briefje hebben gedaan. Oh, ja, het is heel moeilijk. De brief voor mij nou. Ik ben helemaal zenuwachtig. Ik kon niet eens meer worden. De brug staat nu ook eens open en het is rood licht. Ik wilde net zeggen, dat hoorde niet door de wind, dat bij ons om de hoek nu deze onderneming is gestart. Hey baby's, Pret Echo Bureau. En superleuk. Ze maken 3D echo's, fotootjes, maar ook 4D. En dus ook Pret Echo's met je familie. Dus echt super lieve mensen. Ze hebben nu net naar Shiel het geslacht geappt. En Shiel stuurt me nu net een appje. Oh mijn god, ik weet het. Oh my god. Het is zo spannend. Ah, Jill! Kom naar boven, Jill, wat ook weten. Oh, mama. Jill, kom eens naar boven! Mama wordt ook helemaal gek. Oh, als we daar zijn, ik hoop maar dat iedereen er is. Het is nu 2 uur, we hebben 3:30 tegen iedereen gezegd. Nou, we zijn denk ik iets voor 3:30 al daar. Fotootjes maken en dan gaan we wel meteen ompoppen hoor. Oh my god, wat is dit spannend. Woe! En de baby was gelukkig heel gezond, bewegelijk, hartje klopt mooi met het navelstringetje. Dus dat is ook echt een opluchting. Oh, dit is gevoel is echt onbeschrijfelijk dat je gewoon nog niet weet wat je gaat krijgen. Jules nu in alle stress. De juiste kleur aan het pakken van de brandblusser en alle stukjes aan het halen. Die is ook wel een heftige taak, hè, gekregen. Zo, echt wel. Oh, en die moet haar mond maar houden tegen iedereen, ook tegen mij. Dus we zijn bijna thuis, hoop ik, als de brug erop gaat. Marie, hoe vond je de eerste echo? En wat fijn dat Jamie nu mee kon. Ja, ik had wel een paar keer 2 echo's gehad voor noodzaak. Gewoon omdat het medisch was. En dat moest gewoon. Dat zijn eigenlijk normale controles. Maar pret-echo's mocht je eigenlijk tot nu toe eigenlijk niemand meenemen. Tot vorige week. Dus ik heb natuurlijk meteen Jamie meegenomen. En dat was ook zijn eerste keer. Door het coronavirus, jongens. Ja, door het corona. Maar we waren eigenlijk zo zenuwachtig door de genderparty. Dat hebben we het op dezelfde dag gedaan. Dat we eigenlijk alleen maar wilden wat het geslacht was. En we hebben wel genoten hoor van het beeld. Maar we hebben later thuis, echt pas na
na de genderparty echt goed bekeken. Want dan ben je op van de zenuwen en dan ga je alleen maar naar het geslacht zitten kijken wat het, wat het wel of niet is. Ja, dat is echt super dat het dus nu kon. En je was via Instagram benaderd door een bedrijf wat dus afgelopen zaterdag kon in plaats van morgen. Dus eigenlijk zijn ze pas dinsdag horen wat het werd. En die zijn net begonnen. Het heet Hey Babies met haar schoonmams. En het zijn super twee lieve vrouwen. En ik ga er ook trouwens volgende week met jou heen, mama en Jules. Ja. Want bij hun mag je dus wel met meerdere mensen nu naar de praktijk komen. Omdat het geen verloskundige is, maar gewoon echt een pret-echo praktijk. En wel natuurlijk op gepaste afstand en de maatregelen. Wat denk jij dat het wordt? Ja, nou, wat denk ik? Voor jou maakt niet uit. Heb je een vriendinnetje voor Sky of voor Ocean? Ja. Ocean wil een vriendje en Sky wil een vriendin. Daar is Luus. Hallo, helemaal in het roze. Wordt helemaal in het roze. Spannend, hè? De donuts liggen ook heerlijk klaar. He or she. Ook op de taart. He or she. En wat wordt het? Beertjes. Wie weet het? Ik weet het. Oh, enter. Hallo. Spannend. Roze of blauw? Oh, dat dacht ik al. Ik zei al, toen je, als je mij gaat zien, ga je huilen. Ik ga weg. Maar je wilt eerst met iedereen op de foto. Ik weet het al. Spannend! Jullie zijn allemaal... Oh, Marie! Oh nee, twee roze. Leuk hoor. 3, 2, 1. Met z'n allen gewoon, kom met z'n allen. 3, 2! Oké, ik weet wat het wordt. Het wordt dus een meisje. En ik ben zo erg mijn best aan het doen om niet te huilen, want ik weet dat Marie dit zo graag wil. Ik heb echt een pokerface. En straks barf ik gewoon uit in tranen. Ik ben helemaal aan het shaken. Maar ik ben zo zenuwachtig. Maar goed, het wordt een meisje. Oh, dit is wel goed. Wat is hij klein? Ja. Nou, is dat niet mooi? Hij is wel roze, dus er zit hier een luchtje aan. Nee, ik heb ook een blauwe. Ik had ook een blauwe. Wat denk je, Liz? Wat denk je, roze of blauw? You never know. Jongen. Het is een... Wat is het? Meisje. Liz. Iedereen op Instagram dacht dus dat het een jongen werd. Echt iedereen dacht. Jongen, 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 jongen. Maar het wordt dus een meisje. Ik was zo zenuwachtig. Je ziet mij met die brandblusser echt als een hooligan heen en weer rennen. Want ik mocht het dus een uur lang mocht ik het niet zeggen tegen iedereen. En iedereen die natuurlijk als je vroeg is jong of meisje. Die probeerde het van haar gezicht af te lezen of het een jong of meisje werd. Dus ik was onwijs zenuwachtig. Ik had in mijn hoofd oké, het is een jongen, het is een jongen. Dus op het moment dat die brandblusser uitdeed, dacht ik ja! Het mag eindelijk verteld worden. En ik was eigenlijk al op helemaal ingesteld als je die fabeltjes gaat lezen op internet. Ik had geen last van misselijkheid. Nou, dat betekent jongen. En de vorm van mijn buik was een jongen. En ik had eigenlijk alle kenmerken van een jongen. Dus ik was er eigenlijk helemaal op ingesteld om blauw rook te zien. Maar dus het was echt een shock. Pink. En uiteindelijk vind jij het ook wel heel leuk. Tuurlijk. Toch jij? Zeker. Tuurlijk. Je hebt altijd, het eerste wat voorop namens is natuurlijk dat het gezond is. Hè, jongens, dat weten wij zelf natuurlijk en, ook. En dat is het allerbelangrijkste, maar ik denk toch dat de mannen eerder altijd voor een jongen gaan en vrouwen voor een meisje. Ja, sommige mannen willen wel echt een meisje. Ja, en nu zijn we hartstikke blij. Ik denk dat je met je tweede baby of kindje dan meer zeg maar bewust gaat kijken van... Dan vind je denk ik nog spannender, maar ik heb denk ik nog nooit zo'n zenuwslopende dag gehad. Ik ook niet. Als die dag. Maar ik heb het geheim dus onwijs goed bewaard. Niemand het had het erger was dat eerst mama naar me toe kwam en die zegt, je gaat toch wel mij vertellen? Nee. Toen wist ik het. Zei Romee, kom, Sjoe, zeg het even tegen mij. Nee. Zei ik, nee Romee. Toen kwam Mike ook nog. Ik zeg, jongens, jullie moeten daar allemaal ophouden. Ik zeg, maar die wil het niet. Dus ik heb het echt tegen niemand gezegd. Ja, en toen ik binnenkwam, ging ik al meteen huilen. Omdat ik dacht, oh mijn god, nu is het echt... Het wordt gewoon voor je leven. Ik weet niet of je een dochtertje of een zoontje krijgt. Dus dat is echt heel leuk. En voor Reinerstein is het natuurlijk ook echt mega leuk. Dat we gewoon een mini-me hebben waar we eindelijk... Ja, ik moet nog even 2 jaar wachten. Maar misschien wordt het een heel leuk dikkertje. En dan nee, maar ik heb een fabrikant al gevraagd of voor mij... De Marie Ruffel moet natuurlijk voor mijn baby in maat 1. En dat willen ze doen. Oh. Nou, in ieder geval, het is super leuk qua marketing. En qua gewoon dat we
eventueel een opvolger hebben van ons merk. Verlijnders. En maar een jongetje had het ook misschien gekund. Maar een meisje past wel meer bij jou. Ik zou meer met meer jongen ook passen of zo. Ik weet niet. Ja. Dus wat gaan jullie zien in de volgende weekvlog? Ik ga dus mee met Marie en mama en Romee naar de pret-echo van Marie. Ja. Om de baby te kijken. En Frankie krijgt zijn operatie. Dus dat heb ik ook voor jullie gefilmd. Hoe of wat. En natuurlijk even de nabeleving van alle leuke reacties van jullie, denk ik. En dat we nog een leuke Q&A gaan doen. Met en misschien eindelijk een make-up look. Want het is tot nu toe nog steeds niet gekomen. Want er steeds zulke leuke dingen tussen zijn. Dus blijf abonneren, blijf kijken. En we hopen dat jullie het een hele leuke vlog vonden. Ik vind het heel erg leuk om met jullie te delen. En als jullie meer tips of tricks hebben over de zwangerschap, zijn natuurlijk altijd welkom. Het is ons eerste kindje, dus alle tips zijn welkom. En het is super lief dat jullie allemaal zo meedenken en liken en reageren. Ik denk dat we nog nooit zoveel likes hebben gehad op wanneer die zwanger is. En jullie mogen ook de naam raden, die raad je nooit. Wij hebben al de naam. Nooit. Nooit. Nee, ik ook niet. Oké, love, Reinders.